Oh, welkom dames en heren. Welkom boodschatten mensen. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy boodschatter. This is de verjaardag lezing voor de Sagittarian, de boodschatten mensen, dat is geboren 23 tot en met 28. En voor de Ophiuses, dat is on 29 november. Niet vergeten, Ophiuses mensen is geboren 29 november tot en met 17 december. Oké, dames en heren. So, goed nieuws kan. Sommige van jullie hebben some sort of emotional situatie. Maar als je gaat lopen door this year, je krijgt wat goede nieuws. Nou, daar zijn zeven maanden. En als je uitgewerkt de zeven maanden. So, voor bijvoorbeeld, als je bent geboren 23 november. November heb je dus energy. December, januari, februari, maart, april, mei. June, juli, augustus, september, oktober. Okay, dus je eind up here. So, it is a cycle, okay? So, is iedereen voor werk in iedere maand de hetzelfde energy that is here, omdat je ben accumulatie lezen voor een groep van 23 tot 29 november, okay? Gefaciliteerd voor de mensen die Thanksgiving for all the Americans that fear the Thanksgiving gefaciliteerd op 27 de donderdag zijn de Thanksgiving feestjes. Now, some sort of a positive news, you krijgt an offer in this year, and heel veel van jullie krijgt some sort of a new offer. Sommige van jullie kom in this year een beetje verdrietig, omdat the last year was niet goed, door de corona en dat soort of ding, maar laat het los, en even bekijken een nieuwe toekomst voor jou. In, op 23, November, wat zien wij hier voor jullie mensen? Some sort of a new start, news and the fall. New start come in voor jullie. En sommige van jullie, a grief of some sort of emotional situatie had affect jullie in, echt. And now, that situatie would resolve. And ik zie a new start, some sort of a new emotional situatie, new emotional. So this come up as, misschien sommige van jullie is zwanger geraakt, of je krijgt een nieuwe liefde, of een nieuwe werk, of je koopt een nieuwe huis. Maar het is positieve emotie. Sommige van jullie kan ook kiezen om voor jezelf te gaan freelancen, and it is a year. And this is best wel positive. This is a year van positive emotional balance for jullie. You balance out yourself in this year and this is good. Dus we have 0 and 7. 3 and 2 is 5. This is some sort of a positive emotional verandering for jullie. As we gaan even verder, we gaan even kijken. Fear in twin talk. Now, fear in twin talk, what is daar gebeurd? Fear in twin talk, see you, some sort of a news and really zeer you, that some sort of emotional situation that some of jullie have meegemaakt is now over. Je bekijkt en je gaat even daar aan werken in this year. Dus it is a positive situatie waar some of jullie see that you moet een bepaalde emotional bagage even loslaten. En daar ga je er best wel aan werken om dat op te lossen en weg te werken. En aan het eind van het jaar kom je met a sort of a new awareness from yourself. You really see how chaotic and how you have echt gekeken on the emotional issues and situatie that you have meegemaakt. And you have daar aangewerkt omdat you have zelf aangekeken and probeer een oplossing daarvoor te komen. En dat ga je overwinnen in this year. En dat is best wel goed. Dus jullie hebben 9, 5, 3, 20,
20 is 2 ook, oké? We gaan even verder kijken aan de mensen dat is geboren, 25 november. Je hebt de energie van de ster. En je overkomt een situatie op de workfloor. Dat mensen have career for you. It can of the workflow, but it can ook in your apartment complex, or it can in your omgeving where mensen create some sort of an issue for you and your project, and you bring an end daarnaartoe. You really see what persists and be the mensen zijn around you that create issues for you, and you have act in here, bam, here will it need meer. Dit ga ik rechtzetten. Hier wil ik van af. En ik zie dat sommige van jullie verhuis in this year. Sommige van jullie gaat echt verhuis naar ergens. Dat je voelt veel beter en dat is veel meer gezond voor jou. Dus ik zie dat je overkomt some sort of an emotional situatie dat de scorpion have creëert voor jou. Ik zie dat je really zeer wat persistent gespeeld en some sort of a look, gelukt is hier voor sommige van jullie. Je komt uit op een moeilijke situatie dit jaar, verlaat je uit op een moeilijke situatie. En ik zie dat sommige van jullie gaat beslissen voor jezelf te gaan werken en dat gaat je best wel lukken. En dat is goed. De energy van de ster is 17 fear. In this year, je gaat echt je stability even terug gaan zetten, oké? Vanwege het door dat je had some sort of instability en dat gaat goed. Als we gaan even verder, dus jullie had de ster 17, 4, 7 en 36 is 9 en dat is best wel goed, positive alignment of energy. Nou, we gaan even verder. Voor de mensen die is geboren 26 november, we hebben de energie van de keizerina. Het is een jaar waar sommige van jullie eindelijk wordt zwanger geraken. En dat is best wel goed. Maar voor meestal van jullie is dat je wordt succesvol over een study of iets dat je zat te werken. There was some sort of an emotional instability with a situation op je workfloor. Ik zie dat sommige van jullie krijgt een new offer, a new work come in for jullie. Heel veel van jullie laten zien een deceptive spelletje dat was aan het spelen. En je hebt het op tijd ingekrijpen. En dat is best wel goed. Dan zien wij de energie van de keizerina. Some sort of a mental conflict dat sommige van jullie hebben met je moeder. Dat is now over. Success is here for jullie in this year. Whatever the issue, the situation is. Heel veel succes en ik zie de spotlight on jullie van vakens dat je hebt echt een situatie, een conflict in situatie opgelost en mensen hebben gezien wat precies is gespeeld en wat was on het spelen. En je wordt succesvol when mensen zie echt wat is nou gespeeld. Okay? Now, mooi zo. Dus je hebt de energie van de keizerina en heel veel van jullie dat hebben problemen in zwanger te raken, verwacht dit jaar dat het gaat je best wel lukken. 3, 5, 4, 16 is 7, je bent op de goede part in alles wat je doet in dit jaar, je gaat de juiste beslissing kiezen, geniet daarvan. Dan we gaan even verder, we kijken de mensen dat is geworden 27 november. En ook een succesvol succes voor mensen. Dus voor jullie mensen, succes komt in 2 maanden achter elkaar voor jullie. 2 maanden achter elkaar, dus wees voorzichtig. De zon verschijnt en laat even jullie zien een situatie dat is gespeeld. Sommige van jullie krijgen een nieuw werkoffer of een nieuw zakenoffer. Okay, so is sommige van jullie was echt niet op zoek naar werk, maar mensen gaat even vragen als je wil samen met ze kan werken is ja. Sommige van jullie wordt succesvol over een stier. Mensen hebben gezien de deceptiveness of there's a steerman. Misschien het was je man, of het was een zakenman, of het was je broer of een family leader. Je wordt succesvol over deze man. Mensen hebben gezien de deceptive play van deze man en de waarheid
komt even boven water. Dan we zien de zon verschijnt en later soms soort van informatie uitkomen over soms soort van horrible deceptive spelletje. That was creëerd rond heel veel van jullie. En ik zie nu de conflict is over. Ik zie geluk komt binnen voor jullie. Geniet van dit jaar. En dat is een krachtige jaar. De energie van de zon is 19. 19 is 10. 10 is 1. Nieuwe start. Twee, duality. Je laat even zien. Een duidelijkheid. Het is een jaar van duidelijkheid. Duidelijkheid komt over weegschaal. Duidelijkheid komt over een Leo. En je wordt succesvol over een weegschaal en een Leo. Whatever the spelling that deze weegschaal en Leo had, je bent nou gelukkig hier uitgekomen. Okay? Dus het is een prachtige jaar. 2, 5 en 2, geluk. En de ster naast de energie van geluk en long-term stability is karakter. Het is echt een goed jaar voor jullie. Dan zien wij de energie van inner strength, innerlijke kracht voor de mensen dat is geboren 28. Jullie boodschap te mensen dat is geboren 28. Sommige van jullie hebben soms soort van issue met de Steermark of Steenbokman. En ik zie dat je stand stevig in je schoenen en je probeert te tekenen deze man om te werken en je gaat je best wel geluk terugkrijgen, je long term stability. Dus deze man is in de omgekeer omdat deze man dat je gaat ex-scheiden van deze man of je ging scheiden van deze man en deze man creëert heel veel problemen. Ik ken dat deze man was een zakenman dat heeft gecreëerd some sort of a fraud en je stand stevig in je schoenen tegen deze persoon. Ik ken ook some sort of a vader machtige issue dat is gecreëerd en je stand stevig en je laat zien precies wat is gebeurd en wat is gedaan. Dus positive alignment of energies that was creëerd. Ik zie de waarheid is nu boven water gekomen. En mensen zien echt precies wat is gespeeld. Nou, jullie hebben 8 en 2. En nog een keer 8. 3 plus 5 is 8. Dus 2 equate 8. Dus maakt niet uit over de innerlijke kracht. Is dat je gaat innerlijke kracht vinden om met zo'n soort van issue wat iemand heeft gecreëerd even in de balance te brengen. En dit is best wel goed. Dan we zien, dus dat is goed. 2 keer 8. We gaan even kijken of je zus gefeliciteerd of je zus. Dus als je bent geboren november 29, je bent een of je zus. Je bent de 13e sign van de zodiac teken. Je bent een ophiosis, oké? Dus vanaf nu kan je even de boodschappen, maar ook ophiosis lezen, even kan bekijken. Dus de energie van de raad van fortune is dat een stiervrouw komt terug in je leven om jou te helpen en je een start te geven. En dit is zeer positief. Misschien is je moeder, misschien is some sort of a moederfiguur. Of dit kan een stier zakenvrouw dat heb gezien. Je potentie of this is a family lid or maar deze vrouw komt best wel terug om jullie een nieuwe start te geven en this is best wel goed. Sommige van jullie kan je kind zijn and there was some sort of a friction and some sort of a problem that was there and deze kind gaat echt terugkomen in je leven om en genezen tussen u en deze kind te krijgen. Dus ja, positive alignment of energy. Dames en heren, niet vergeten om thumbs up, laat ons even weten. Kom even kijken, omdat je gaat door de cycle. Niet vergeten, dit is een jaarcyclus. Dus je krijgt alle cycle, alles wat er gebeurt hier in de bij de eerste mensen 23, omdat het is een cumulatie of lezen. Dat is van 23 tot 29. Dus jullie krijgen alle de geluk, alles komt op je pad in dit jaar. Het is goed om een jaarlezen te bekijken, omdat met een jaarlezen wat gebeurt,
is dat jullie kunnen zien wat komt in iedere maand voor jou en hoe je daarbij werkt en hoe werk je het toe. En dat is best wel goed. Dames en heren, ik wens jullie een fijne jaar en een fijne jaarwisseling. Tot zo, namaste.